De winnaars van de verkiezingen in Zeewolde, Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie hebben gisteravond bepaald geen vrienden gemaakt. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad dienden beide partijen een bijzondere motie in. Daarin stond dat het huidige college van burgemeester en wethouders geen belangrijke besluiten meer mag nemen zonder toestemming van de raad. In de motie stond ook dat het college geen mening mag geven in de media over het datacentrum van Meta. Tom Zonneveld van Leefbaar Zeewolde legt uit waarom die motie werd ingediend. Nou ja, we willen. Het belangrijkste is dat we rust creëren voor de inwoners in Zeewolde. Dat blijkt ook wel uit de verkiezingsuitslag heel veel onrust over ontstaan. En wij willen gewoon duidelijkheid creëren, rust creëren, om van daaruit te gaan bouwen aan vertrouwen in de samenleving. Nou, een motie van wantrouwen is het niet in jullie ogen, maar zo wordt het wel ervaren. Dus daar zit wat ruis op de lijn. Ik heb ook proberen meerdere malen duidelijk te maken dat dit echt niet een motie van wantrouwen is. Dit is gewoon een motie van de pauzeknop indrukken. En het is niet meer en het is niet minder. Tom Zonneveld van Leefbaar Zeewolde. De andere partijen in de raad waren geschokt over de inhoud van de motie en vonden het beschamend. Ze zijn bang dat dit de komende 4 jaar de nieuwe politiek in Zeewolde gaat zijn. Je hoort Angela Hukriede van de VVD en daarna Yvonne van Brugge van Actief Zeewolde. Als je op deze manier eigenlijk de avond afsluit met, ook al noem je het zelf geen motie van wantrouwen, maar dat is het eigenlijk wel, hè, motie van wantrouwen naar het huidige college. Nou, dan vind ik dat je echt wel achter je oren mag krabben of je dan echt begonnen bent met het herstel van vertrouwen binnen de raad. Of dat je begonnen bent echt met de knuppel in het hoenderhok. En daarna doet alsof je van de prins geen kwaad weet, om maar een woordspeling te gebruiken. Ik vind het echt schandalig dat je notabene je eigen bestuurders op deze manier gewoon wantrouwt. Want zo is het. Heel eenvoudig weg. Ook burgemeester Gorter mengde zich in de discussie, omdat het college de motie volgens hem zag als een motie van wantrouwen. Hij vroeg alle raadsleden of ze nog vertrouwen hebben in het college. Alle partijen zeiden ja, behalve Leefbaar Zeewolde. Pas nadat de vertrouwensvraag rechtstreeks aan de partij werd gesteld, kwam er een positief antwoord en werd de motie ingetrokken. De burgemeester kijkt terug op een bijzondere avond. Zeker. De installatie van een nieuwe raad, en daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. En zeker met de samenstelling van onze nieuwe raad. Jong en oud goed in de mix en dat soort zaken. Maar wat een feestje had moeten zijn, eindigt toch in een kleine deceptie met een motie. Waardoor de verhoudingen toch wel een beetje onder spanning kwamen te staan. U noemde het woord grafstemming. Ja, nou ja, goed. Je hoort hier met een feestje weg te gaan met al je familie en vrienden. Felicitaties, noem maar op. En door die motie in te dienen, krijg je natuurlijk een hele andere dynamiek in je raad. En dat was ontzettend jammer. Ja, nou ja, er werd natuurlijk vanavond het een en ander over en weer met modder gegooid, zeg maar. Hoe gaat dit verder? Nou, ik heb toch opgeroepen om eenheid proberen uit te stralen. Het zal even wat tijd nodig hebben, maar je zult. Realiteit is, dit is de raad voor de komende 4 jaar. Zij zullen het met elkaar moeten doen. Ik ben er ontzettend blij mee dat we 11 nieuwe raadsleden hebben. Dus ik hoop ook dat ze in die gezamenlijkheid, dat ze dat heel snel ook zullen beseffen. Dat ze samen een doel voor ogen hebben om er wat goeds neer te zetten, een goed college neer te zetten. En ervoor te zorgen dat zij een goede raad voor de gemeenschap Zeewolde zijn. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog een informateur nodig voor het vormen van een nieuw college in Zeewolde. Wie dat is, dat hoor je zo meteen.